De vastenmaand van de moslimgemeenschap, Ramadan, begint vandaag bij zonsondergang. Robert Bipat, voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging, SIV, legt uit dat Ramadan de 9e islamitische maand is. Het is gedurende deze maand dat de eerste openbaring naar de heilige profeet Mohammed heeft plaatsgevonden. Tijdens de Ramadan is het voorgeschreven in het heilig boek van de moslims, de Koran, dat moslims vasten van zonsopkomst tot zonsondergang. Het leert ons eigenlijk om ons, ik zeg altijd, back to the basics, weet je. Dus het materiële even opzij zetten en teruggaan naar het spirituele, naar het immateriële. En proberen ons te verbeteren in die zin dat we weer goed mens worden. En waaraan moet de moslim zich vooral onthouden gedurende deze periode? Ja, dus het is belangrijk dat zij toch de materiële zaken zijn. Eigenlijk alles waarvan we houden in de natuur, van eten, drinken, geslachtsgemeenschap. Dus waar onze zintuigen van smullen, zeg ik. Dus dat moeten we allemaal gedurende, vanaf eigenlijk dageraad tot zonsondergang niet doen. We mogen niet eten, drinken. Bovendien worden we dan gestimuleerd om gedurende die tijd dus meer in gebed te gaan, meer liefdadigheid te doen en dat soort zaken. Dus het is dus echt die balans tussen het lichamelijke even en het geestelijke even weer terug te brengen. Gezien de COVID-situatie in het land niet volledig is genormaliseerd, zegt Bipat dat bij bezoeken aan de moskee de Mohana-maatregelen in acht moeten worden genomen. Ook zal erop worden gelet dat het aantal toegestane bezoekers niet wordt overschreden. En bovendien hebben we onze leden gevraagd om zoveel mogelijk één vaste moskee te bezoeken. Want wij hebben 17 moskeeën landelijk en als we gaan links naar rechts gaan, dan is dat dus ook een risico natuurlijk. Dus we doen een beroep op die mensen om vooral één vaste moskee te bezoeken. Dit jaar heeft de overheid weer aan moslims een vrijgegeven vanaf 1 uur. Hoe gaat de organisatie daarmee om en wat vinden jullie daarvan? Kijk, het is altijd welkom dat er die mate van solidariteit is vanuit het zij de overheid, het zij de andere mensen die niet moslims zijn. Maar desondanks, het maakt niet uit eigenlijk of wij dat hebben of niet, moeten wij ons toch aan die regels houden. Dus het is niet dat we dit moeten afdwingen van de overheid. Het is welkom, de overheid heeft het gedaan en we zijn daar dankbaar voor. Zonder die solidariteit moet een moslim dus gewoon normaal 8 uur aan het werk kunnen zijn en zich houden aan de vaste maatregelen. Natuurlijk, dat is eigenlijk juist die beproeving, hè, van... ben je in staat om normaal te functioneren gedurende die dag. Terwijl je dus... En eigenlijk leert het ons ook om dat we maar heel weinig nodig hebben om te overleven. En dat we soms te veel gebruiken en daardoor misschien ook nog ziek worden. De vastenmaand wordt afgesloten op 1 mei, waarna op 2 mei Eid al-Fitr zal worden gevierd. Eid al-Fitr moet volgens Bipat worden gezien als een heugelijk feest ter afsluiting van de vastenmaand. Voor de moslimgemeenschap heeft hij in verband met de vastenmaand de volgende boodschap. Nou, de boodschap is dat wij ons eigenlijk, dat we allemaal onze best doen om die betere mens te worden, toch, die de Almachtige van ons verwacht. En het begint altijd bij onszelf. En ik zeg altijd van... We moeten zelf vrede uitstralen, respect uitstralen, acceptatie uitstralen. En dan komt de rest wel. Toch? En Ramadan is een goed moment om daaraan te beginnen.